Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we het eigenlijk al zien. Een groot deel van het land is het op dit moment bewolkt. In het oosten schijnt misschien nog even de zon. Daar kan het dan ook nog 16 tot 18 graden worden. Maar in de rest van het land blijft het maximum bij een graad of 15 steken. Verder krijgen we te maken met een storing met regen, die vanuit het westen zich over het land uitbreidt. Vanmiddag gaat het dus regenen op de meeste plaatsen. Het gaat ook later wat harder regenen. Verder gaat de wind toenemen. Die waait nu nog matig uit het zuiden tot zuidwesten, maar wordt later matig boven land en naar zee krachtig tot hard. Windkracht 4 tot 7. Ook vanavond is het nog regenachtig bij een graad of 14. Pas in de loop van de nacht en morgenochtend wordt het langzaamaan droger. Verder breekt morgenmiddag dan af en toe nog even de zon door. Het wordt dan 14 tot 17 graden, maar wel bij een stevige zuidwestenwind. Ook op dinsdag hebben we nog te maken met wat regen, met name in de noordwestelijke helft van het land. Op woensdag valt misschien een enkele bui, maar is het op de meeste plaatsen al droog. Vanaf donderdag wordt het flink zonnig en we zien het ook al: de middagtemperatuur gaat dan ook behoorlijk al omhoog. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl